It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chessa. Vandaag spelen we een potje 10 damage op de map Infection. En deze map heeft, laat maar zeggen, een soort van easter egg. Want als deze map, je speelt hem, laat maar zeggen, plat. En aan de zijkant zullen jullie rechtsboven dadelijk wel zien. Ik laat dadelijk wel zien. Zit een stad, die staat zo omhoog. Die stad zit namelijk ook in Nee, die zit gewoon in World at War 1 op de PC nog. Maar we gaan eerst even spelen met de ICR 1. Kijk, ik zat gelijk, jullie zien die hier al gelijk. Kijk, deze stad. Als je daar goed aan de andere kant van de map voor staat, is het precies uit World at War. Je kan het opzoeken op internet natuurlijk. Ik had het ook gezien op internet, dus ik ben er niet zelf gekomen hoor. Ik denk, ik zeg het gewoon eventjes in de video, zodat jullie het ook weten natuurlijk. Maar, uitkijken. Ik speel met de ICR 1, met een Elo Sight en de stok natuurlijk. Gewoon altijd vaste attachments voor bijna wel elke AR. Want de stok heb ik, vind ik wel nodig, tenzij hij eigenlijk niet heel erg goed werkt, vind ik. Maar toch merk je wel het verschil als je zonder stok speelt natuurlijk. En er zit natuurlijk een mooie camo op die van de supply opening was. Ik weet even niet hoe die heet, maar dat doet er niet toe. Ja, jammer joh. Hij ging eerst RCXD, of HCXD is het eigenlijk. Maar ik heb hem even tegengehouden, want ik heb flag jacket. Ik moet uitkijken hier zo. Teammate. Heb je hem? Mooi zo. Pak even deze kudo op als sidearm. Mocht ik geen ammo meer hebben. Let's go. Thanks teammate. Teammate heeft me even gesaved hier zo. Bijna ons UAV binnen. Nog één kill en een assist ongeveer. Dus even iemand hitten gewoon. Of proberen echt gewoon twee kills te halen natuurlijk. Kom maar. Ja, ik had een vieze headglitch, jongen. Holy shit. Gewoon eventjes case spelen als je bijna je streak hebt. Zit hier eentje. Lol, ik wist net dat je via die walrun hier kon. Dat het een walrun was. Ik ga het ook proberen. Nou, ook weer wat geleerd. Thanks, enemy, dat jij dat even hebt voorgedaan. Nu weet ik ook dat ik dat kan gebruiken natuurlijk. Wow, mijn aim is scheef. Rug, draai om. En nog ga ik dood. Wat een fucking retard ben ik, jongen. Echt waar. Wow. Ik had eigenlijk gewoon weg moeten gaan daar zo. Ik had gewoon echt door moeten rennen. Maar ja. Ik kan dat niet zomaar doorrennen. Dus ik weet dat er een enemy zit. Dat heb ik ook zo vaak gehad. Dan zat ik bijvoorbeeld op mijn nuclear streak. Zag ik een enemy wegrennen. Ik denk, laat ik maar gaan. En dan killt hij me gewoon een paar seconden later. Omdat ik hem door had laten lopen. Dus daar heb ik al gewoon van geleerd dat ik dat niet meer moet doen. En daarom ga ik er nu als een domme mogol achteraan. En dan ga ik er dood door. Ja, dat is mijn eigen schuld. Dan weet je dat ik gewoon mijn één beter moet krijgen. Of iets meer geduld had moeten hebben. Want ik ben ook niet echt een geduldig iemand. Let's go. Laat je hem nog zien of niet? Let's go. Even hier weg gaan, anders ben ik aan het campen. Vind ik een beetje zielig. Geen zin om te campen vandaag. Alhoewel deze map gewoon gemaakt is voor campers in ieder geval. Al vind ik het zelf. Want ja. Dit is nou niet echt een map dat je zegt. Wow, jij bent even gerekt. Even serieus, even zo'n dolle. Oh. Kom op, waar zijn jullie jongens? Ik weet dat er eentje hier zit, dus ik ga hier gewoon. Ik heb je wel nog, jongen. Ik sta in de swarm, maar hoppakee. Ik heb je nog wel, gewoon kut camper. Holy shit. Dan maar even een dead ervoor genomen, maar ik heb jou niet, wel voordat jij daar een streak had of iets. Zou je net zien? Dat soort mensen heb je altijd gewoon. Let's go. Hij zit daar heel de hele tijd te campen, die gozer. Hij heeft een purifier. Timo 2001 voor. Maar hij zit allemaal Nederlanders daar tegen. Maar niet allemaal. Een paar. Laten we het om een paar houden. Kijk, ik weer. Ik
Oké, let's go. Teammate heeft overgenomen. Ik heb een dragon opgepakt met een thermal sight. En ik word ge... Dat kan ook. Hellstorm komt eraan naar binnen. Let's go. Oké, ligt die dragon er nog? Ja, hij dekt nog. Hij dekt nog. Let's go. Zo doe je dat. Niet. Wat een kutsniper zeg. Let's go. Hij komt de hele tijd daaruit. Het is leuk, het is leuk. Kan je elkaar challengen. Oké, er komt hier ook een uit. Kijk, er komt een Rolling Thunder aan. Oei, lucky headshot, lucky headshot. Ik heb een UAV. What the fuck, jongens, kom op, we moeten dit winnen. We staan één kill, of we staan gelijk, we staan gelijk, we staan gelijk. Ligt hier nog een dragon? Nee, geen dragon. Die meisje blokkeert me! Woe! Ga eens weg, hey. Thank you. Ik moet eigenlijk wel even die dragon hebben. Hey, mis, we lopen echt serieus aan, heel die andere kant. Wauw! Zit hier nog één naast me? Dit is zo'n mooi spot, hè? Niemand kent die bijna, echt waar. Niemand kent die bijna. En mijn teammate die save me niet. Hij loopt gewoon te knallen op een muur waarschijnlijk. Hij killt me gewoon niet. Of hij save me gewoon niet. Lekkere woordkeuze weer, Chester. Zit er daar weer een te campen? Kom dan. Dubbel assist. Ik vind het prima, weet je. We spelen ook deels voor de win in TDM. UAV inbound. Kom maar. Goed zo. Outrider, KIA. Sorry, teammate. Let's go. Ik vind de ICR 1 echt een chill wapen, jongens. Als je het niet chill vindt. Je moet even de goede attachment erop unlocken, gewoon zoals een elo site of zo. Dan kan die echt chill zijn. Vooral in domination, als je bijvoorbeeld aan het domineren bent een beetje. Dan kan die wel oké zijn. Ik heb nog één keer mijn annihilator. Kijken of ik er nog één kill mee kan maken voordat het potje is afgelopen. Teammate. What the fuck ben je aan het doen, maat? Deze enemies! En deze... Hopelijk is die één ook nog de final kukken, please. Maar niet, hè? Oh ja, nee, dan nog net niet. De ene ligt op een brancard en de andere ligt gewoon hier tussen een paar dozen te campen achter een bank in de kerk. Tja, zo kan je het ook spelen. Onze eindscore is 30-11 natuurlijk. 2.73 kill, death ratio natuurlijk en 5 assists gehaald. Mocht je nou hebben deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter drukken. Helpt mij enorm. En ook jullie te zien bij de video van morgen. Super bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer, mensen. Later.